Welkom bij Café Weltschmerz. Ik zit hier bij complexiteitstheoreticus en wiskundige Bert Slachter. En wij gaan het hebben over het coronavirus en hoe de overheid haar maatregelen daarmee instemt. Welkom Bert. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij specialiseert je op complexe systemen. En aangezien we hier te maken hebben met een complex probleem, namelijk hoe een virus met onze maatschappij omgaat. Jij hebt daar een aantal boeiende uitspraken over gedaan en daarom hebben we je uitgenodigd. Zou jij iets willen zeggen over het getal, de parameter R, die zo ontzettend belangrijk is, wederom elke keer in de discussies? Jazeker, ja. Het complexe systeem, dat is de verspreiding van het virus. Dat gaat niet alleen maar om de eigenschappen van het virus, maar ook de eigenschappen van het netwerk van mensen waarin dat virus zich verspreidt. En die R, die horen we tegenwoordig eigenlijk overal. Er wordt tegenwoordig een soort van uitgegaan dat iedereen weet wat de R dan is. Mm-hmm. Jaap van Dissel, die heeft elke woensdag in zijn technische briefing over het reproductiegetal. En dat zegt dat als iemand besmet is, hoeveel anderen die dan op zijn beurt gaat besmetten. En als dat één is, dan besmet iedereen precies één andere. Dan hou je dus eigenlijk een constante hoeveelheid zieken. En als dat boven de één is, dan heb je exponentiële groei. En als dat onder de één is, dan heb je exponentiële krimp. En men is heel bang voor exponentiële groei, toch? Ja, en terecht. Want bij exponentiële groei verdubbelt het aantal besmettingen in een bepaalde tijd. En hoe hoger die R is, hoe kleiner die tijd is. Dus als je de uitgangssituatie hebt dat het virus zich eigenlijk ongestoord mag verspreiden, dan hebben ze schatten dat die R dan 2,5 is of 2,8 of iets in die orde grootte. Schatten? Ja, want je kan hem niet meten. Want de R is dus niet alleen een functie van het virus, maar ook van het netwerk waarin het zich verspreidt. Dus als het netwerk anders is, dus op andere plekken, is de R ook daadwerkelijk anders? Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met hoeveel verschillende contacten hebben mensen. Hoe is de cultuur rond het hebben van contacten? Hoe dicht bij elkaar sta je? Op welke mate zit je aan elkaar? Maar ook bijvoorbeeld de conditie van de lucht. Dus bij veel virussen heeft de luchtvochtigheid en de temperatuur ook invloed. Hoeveel binnen ben je, hoeveel buiten? Dus al dat soort dingen spelen een rol. En dat, misschien leuk om straks over te hebben, betekent dus ook dat als je maatregelen constant zijn en de condities veranderen, dat de R ook gaat veranderen. Mm-hmm. Dus de R bestuur je niet alleen maar met de maatregelen, maar die worden ook beïnvloed door allerlei zaken eromheen. Het gedrag van de mens, maar ook allerlei andere condities. 2,5, dat is de uitgangssituatie. En dan verdubbelt het aantal nieuwe besmettingen ongeveer elke 3 dagen. Laten we zeggen 3,5 dag. Dat rekent leuk, want dan heb je precies 2 verdubbelingen in een week. En je ziet dus in zo'n begin van die van eigenlijk in de hele wereld, van die verspreiding van dat virus, dat gaat van 10 naar 20, naar 40, naar 80, naar 160. Dat gaat heel hard omhoog. Ja, dat zijn 2 weken. Op een gegeven moment, naar 320, naar 640, dat zijn 3 weken. Naar 1280, naar 2500, naar 5000. Vier, ja. Weet je wel. En binnen 6 weken zit je op tienduizenden mensen die ziek worden op een dag. De volgende dag weer 10.000 erbij, de volgende dag weer. En dat is het punt waarop eigenlijk in al die landen, na een aantal weken, want dat is het venijnige ervan, als jij besmet raakt, dan is er nog niet een probleem. Eerst de incubatietijd, van een week. En dan krijg je wat, of trouwens die incubatietijd, dat is ook een gemiddelde. Sommige mensen na 2 dagen, sommige na 20 dagen. En dan krijg je wat verschijnselen. En, nou ja, misschien na 2-3 weken kom je een keertje in het ziekenhuis. Dus waar we in Nederland last van kregen en in al die landen, en dat zagen wij bijvoorbeeld voor ons in Italië. En daarvoor zagen we dat in Iran bijvoorbeeld nog eerder. En daarvoor zagen we dat in China, natuurlijk in januari al. Dan liggen ze ineens in rijen voor het ziekenhuis. Ja. En dat is eigenlijk het probleem van die exponentiële groei. Dat gaat zo idioot snel dat eigenlijk iedereen zich erdoor laat verrassen. Bijna iedereen. Dus eigenlijk mensen die niet gewend zijn aan exponentiële groei, die laten zich erdoor verrassen. Ook al was het daarvoor bij een ander land ook al zo.
En wat je dus veel ziet is dat beleidsmakers, politici, die zijn gewend aan lineaire problemen. Dus dat zou je als je dat even zou vergelijken. Stel dat je ergens een bron hebt waar elke dag 10 zieken uitdruppelen. Dat zou een lineaire besmetting zijn. Dan heb je 10, 20, 30, 40, 50. En dan weet je ook hoe je moet budgetteren, et cetera, et cetera. En dat zijn het soort problemen waar politici fantastisch goed mee om kunnen gaan. Mm-hmm. En hierdoor hebben ze zich laten verrassen. Dit was een probleem wat ze niet over de verkiezingen heen konden tillen. Maar wat nou als je een exponentieel groeiende hoeveelheid infecties hebt, echter van een virus dat niet gevaarlijk is? Zou je dan nog steeds zeggen van kijk, R is heel hoog, het is blijkbaar een noodzaak tot lockdown? Of heeft de gevaarlijkheid van het virus ook iets ermee te maken? Ja, die gevaarlijkheid heeft er zeker iets mee te maken, omdat als het gevaarlijk is, een bepaalde intensiteit van zorg nodig is. Ja, iets wat ongevaarlijk is, wat klachten, wat ongemak geeft, mm-hmm. Ja, het kan een tijdelijk vervelend effect hebben als op een gegeven moment 10% van je bevolking zit te kuchen. Maar je kunt gewoon door met alles. Ziekenhuizen hebben er verder geen last van. Je zult er misschien wat informatiecampagnes hebben. En that's it. Dat is hoe dat waarschijnlijk in de praktijk zou gaan. Alleen wat je dus nu ziet is dat er een punt komt dat de zorg verzadigd is of raakt. En er onmenselijke taferelen ontstaan. Dus mensen die zouden overleven met de juiste zorg, die kunnen die niet meer krijgen en sterven onnodig. Dat soort zaken. Is dat in Nederland voorgekomen? Dat is in Nederland gelukkig niet voorgekomen. Dat is in China en in Italië mogelijk wel voorgekomen. Mm-hmm. En jij hebt dus ook best wel harde uitspraken gedaan dat vanwege het falen van een aantal van de aanwijzingen die we hadden, bijvoorbeeld de WHO die zei dat intermenselijke infecties niet voorkwamen in het begin. Nou blijkt, het is heel anders. En jij zegt dus ook, eigenlijk hadden we veel eerder, vanuit de onzekerheden die we hadden, hadden we veel eerder voor een lockdown moeten kiezen. Ja. Misschien kun je het zelf vertellen. Wat had de overheid eigenlijk moeten doen in het begin? Ja, nou, eigenlijk al eind januari werd er door mensen opgeschreven wat je zou moeten doen in zo'n situatie. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel punten geweest in de tijd dat je die kennis had kunnen opnemen en dat had kunnen gaan voorbereiden. Maar het punt waarop wij eigenlijk hadden moeten handelen, dan praat je denk ik over eind februari, het moment dat er in Europa allerlei besmettingen opdoken. Hè, dus in eerste instantie in Frankrijk, geloof ik. En nou ja, in Italië werd het op een gegeven moment echt zichtbaar. Hè, de beruchte wintersportweken. Dat was het moment dat wij hadden moeten zeggen in Nederland, oké, als ze daar opduiken, en dan is het heel reëel dat het in Nederland ook gaat gebeuren. Hè, want je vangt ze sowieso niet allemaal. Mm-hmm. En toen kwamen ze ook nog in Nederland een paar. En toen zaten wij hier nog op het lijntje. Oh, dat zijn allemaal mensen die zijn in het buitenland besmet. Dus we hoeven alleen maar te testen als je ook in Italië bent geweest. Ah, dat zijn je doet dan de aanname waar het meeste risico zit. Want als je het fout hebt, dan is er allerlei verspreiding die je niet ziet. En als je het goed hebt, heb je geluk gehad. Maar als je de aanname andersom zou doen, je zou zeggen van oké, misschien is er ook al wel besmetting vanuit mensen die niet in Italië zijn geweest. Als je het dan fout hebt, dan heb je een paar tests veel gedaan. Maar als je het dan goed hebt, dan voorkom je een hele hoop onzichtbare verspreiding. Dus we hadden eigenlijk op dat moment kunnen ingrijpen en op dat moment hadden we het kunnen indammen. En dan hadden we elk geval... Wat hadden we dan moeten doen? Nou ja, dan had je dus iedereen met klachten die daarop leken moeten testen. Iedereen. En in die periode waren er heel veel mensen die zeiden, ja, ik heb dit soort klachten. Maar ik bel naar de huisarts en zeg, ja, ben je in Italië geweest? Nee, nou, niet testen. Weet je wel? Maar als we iedereen hadden getest, hadden ingezet op contactonderzoek. En iedereen dus ook zouden isoleren die in contact zijn geweest met mensen die positief getest zijn. Dan ga je dus mensen isoleren voordat ze besmettelijk worden. Dan hadden wij, eigenlijk net zoals bijvoorbeeld Zuid-Korea en Japan, hadden wij het, als we die capaciteit hadden gehad, als we dat vroeg genoeg hadden gedaan in de exponentiële groei, als de aantallen zo klein waren dat dat nog kon, dan hadden we op dat moment het ook kunnen reduceren. Mm-hmm. Ja, dus dat betekent dat je een heel proactieve overheid had moeten hebben. Dit is niet in de westerse cultuur is dit niet... ligt niet voor de hand, want je ziet het eigenlijk alle landen om ons heen exact dezelfde. We hebben precies op dezelfde manier gereageerd. Namelijk pas toen duidelijk werd dat er echt te veel waren,
bam, een lockdown. En een lockdown is een hele domme, dure, brute, zware, grote, grove hamer waarmee je in één keer die R van hoog naar laag slaat. En je weet ook niet eens precies, als het gaat om beslissen en onzekerheid, je weet ook helemaal niet precies wat een lockdown voor effecten gaat hebben op de maatschappij. Klopt. Je weet heel veel zeg maar afgeleide effecten of tweede orde effecten weet je niets van. Je weet alleen maar dat je in één keer, we hadden het net even over hoe verspreidt het virus zich. Dat heeft te maken met het virus en met het netwerk van mensen waar het zich in verspreidt. Of complexiteitswetenschappers noemen dat de connectiviteit. Mm-hmm. Je weet alleen maar dat je dat in één keer omlaag brengt. En je weet ook uit ervaringen in andere landen dat als je lockdown aan bepaalde eigenschappen voldoet, dat je dan ook daadwerkelijk wel onder die R is 1 komt. En dat je dus exponentiële groei omzet in exponentiële krimp. Dat betekent dat vanaf dat moment het aantal nieuwe besmettingen niet meer verdubbelt, maar gaat halveren. En dat is, als je dat niet te laat doet, dan wij hebben dat wat dat betreft wel op tijd gedaan. Uiteindelijk, kun je zeggen. Want bij ons is het zo geweest dat de IC-capaciteit, intensive care capaciteit, altijd voldoende is geweest. Het scheelde weinig en we hebben er heel veel voor moeten doen. Maar als ik jou mag geloven, hadden we eerder in lockdown gemoeten, heel kort. Meteen contactonderzoek. Alle nieuwe bronnen van infectie zorgen dat hij niet meer nieuwe mensen kan infecteren. Dan hadden we meteen uit lockdown daarna gekund. En hadden we, zolang we maar niet zorgen dat er meer infectieharden bijkomen, klopt, hadden we door kunnen gaan. Ja, bijvoorbeeld zoals IJsland dat heeft gedaan. Oké, maar dan zijn we dus eigenlijk heel erg te laat geweest. Ja, we zijn sowieso te laat geweest, maar we zijn op allerlei punten te laat geweest. Mm-hmm. Dus we hadden in januari ons kunnen gaan voorbereiden. En we hebben gedaan. Verkeerde aannames gekregen, ook van verschillende overheidsinstanties. Ja, dat is een hele interessante. Zeker in het begin heeft de WHO bepaalde informatie die ze van China kregen, bepaalde aannames, bepaalde suggesties, bepaalde aanwijzingen, die hebben ze. Er zit onder andere dat symptomatische. Je verspreidt het alleen maar als je symptomen hebt. Maar de WHO heeft het wel sneller hersteld dan Nederland. De RIVM is heel lang als min of meer enige instituut in de wereld blijven vasthouden. Zelfs nu nog, van de week werd het nog weer op televisie gezegd door een van de OMT-virologen over de kinderen in dit geval, dat in principe de verspreiding, als je geen symptomen hebt, in het begin zeiden ze, die is er niet. Nou, daar zijn ze dus ook wel wat van af. Tussen zeggen ze dan, dat is verwaarloosbaar. Oh. Of dat is minimaal, weet je, dat soort teksten. Dus er zijn allerlei eigenschappen van die virusoverdracht waar we onzekerheid over hebben, waarvan we niet weten hoe het zit. We weten heel veel niet over het virus. We weten niet precies hoe het zich verspreidt via de lucht. We weten niet precies vanaf tot wanneer het besmettelijk is. We weten heel weinig over het ziekteverloop. En je zegt ook dan, als je van sommige van die dingen niet alles weet, moet je er niet van uitgaan dat iets bepaalds is. Maar moet je ervan uitgaan dat het ook het verkeerde kan zijn, het foute kan zijn. Datgene wat je niet wil hebben. Exact. En met het zeker weten dat je iets niet weet, of het weten dat je iets niet weet, heb je bepaalde beslissingen die je moet nemen. Juist. Ja, en in de complexiteitswetenschap is dit aan de orde van de dag. Want in een complex systeem weet je eigenlijk per definitie heel veel niet. Terwijl wij Nederlanders, of eigenlijk alle hoogopgeleide mensen ter wereld, wij worden opgeleid, geoefend in beslissen onder zekerheid. Dus wij leren op school, je gaat eerst alle informatie verzamelen totdat je precies weet wat er aan de hand is. Dan neem je een beslissing. Ik denk dat het bij het RIVM ook zo werkt. Want die mensen zitten op hele langlopende onderzoeken. We gaan data verzamelen, we gaan allemaal meetstations optuigen. En als we voldoende weten, dan gaan we onze modellen maken. Die gaan we dan herijken en die gaan we dan zoveel jaar nog eens bekijken. En desnoods gaan we met terugwerkende kracht 40 jaar geleden dingen nog bijstellen. Weet je, op zoek naar zekerheid. Hè? En nu zit je in een situatie dat je, nou ja, Rutte noemde het dan, we nemen 100% van de beslissing met 50% van de kennis. Dat is wat Rutte zegt. Mm-hmm. Volgens mij zei minister Hugo de Jonge, zei, ja, we varen in de mist. Dus ja, je hoort ze ook allemaal dingen, allemaal metaforen gebruiken die duiden op, we hebben heel weinig kennis. Nou ja, die virologen maar ook de longartsen en de intensivisten, die zeggen dat ook. Die zeggen ook, we weten heel weinig over dit virus. We weten heel weinig over het ziekteverloop. Meneer Gommers, de held van deze epidemie gedoopt, die zegt ook gewoon in zijn technische briefing, ja, we dachten eerst over die longontsteking dat de oorzaak was dat ze hier kwamen. Maar waarschijnlijk is het toch anders. Is die longontsteking meer gevolg van longembolie wat eronder ligt? Ze zijn aan het ontdekken.
En dat is normaal als je een virus pas 4 maanden kent. Alleen dat gegeven op zichzelf, dat betekent dat je een andere strategie moet hanteren voor het beslissen. Dat betekent dat je niet kunt cherrypicken in de enorme bak met data van bewijs. Ah, ik heb hier een stukje bewijs dat onderbouwt waarom we geen mondkapjes mogen gebruiken. Ik heb hier bewijs waarom we kinderen naar school kunnen sturen. Nee, je moet eigenlijk constateren dat we zo idioot weinig nog weten. Er is bewijs voor het een, bewijs voor het ander. Er zijn aanwijzingen, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Het zijn ook allemaal studies die zijn nog niet gepeer-reviewd, want de tijd is er domweg niet. Ja, dat allemaal dus, zo te hard. Precies. Dus dat is de situatie waarin je moet beslissen. Nou, en als dat het geval is, dan moet je gaan kijken. Oké, ik moet hier op dit punt een aanname gaan doen. Ik kan dit of dat aannemen. Welke van die twee aannames heeft de meeste catastrofe tot gevolg? Met catastrofe bedoelen we in essentie dood en verderf. Maar blijvende schade, ook economische schade. Blijvende ontwrichting van een samenleving. Want je had het net over die lockdown. Ja, het is ook een aanslag op onze grondrechten. Precies. Je vrijheden worden ingeperkt. Ja. Potverdorie, dat moeten we niet zomaar weggeven. We hebben het gehad over de app. Sommige mensen hebben het over een wearable. Nou ja, dat voelt een beetje als een enkelband. Mag de overheid je overal volgen in Frankrijk? Zeggen ze, ja, weet je, we doen gewoon een centrale database, dat we het kunnen zien. Volgens mij, ik begreep in Israël, dat is het volgen van de mensen, die taak is gegeven aan de inlichtingendienst. Ja, ik vind dit soort dingen ontzettend eng, om ja, heel eerlijk te zijn. Ja, natuurlijk. Onze voorouders hebben zo gevochten tegen meerdere overheden om dit soort dingen te voorkomen. En je ziet hoe groot de overheid is en hoe makkelijk grondrechten eigenlijk helemaal niks waard zijn. Ja, je kunt ze maar 1 keer weggeven. En dat wist ik kwijt. Ja, ik vind het heel eng. Ja, maar dat zagen we natuurlijk ook naar 9-11. Hè. Daar zijn natuurlijk ook op basis van, we moeten terrorisme voorkomen. Hè, en financiering van terrorisme hoort daar vaak bij. Op basis van angst geven we alles wat echt waardevol is weg. Dus absoluut. Bijvoorbeeld de WWFT, dat is de wet tegen witwassen en financiering terrorisme. En die wet wordt allerlei dingen geregeld over wat banken en allerlei andere instituten, ik bedoel, veel bezig ook. Vorige week is er een wet aangenomen, de AMLD5-wetgeving. Dat is een Europese richtlijn die geïmplementeerd is in de Nederlandse wet. Dat gaat over wat bijvoorbeeld cryptobedrijven allemaal moeten. En dat is allemaal onder de vlag van we moeten voorkomen dat er wordt witgewassen en dat het terrorisme wordt gefinancierd. En dat hele narratief is er sinds 9-11. Mm-hmm. En als je nou echt gaat kijken wat daar doorheen gaat, ja, dan gaat er veel meer mis bij grote banken. Tuurlijk, het overgrote deel van de criminaliteit is in contant geld. Ja, het zijn briefjes van 50 tot 500. Nou ja, dat is nog maar de vraag of het contant geld is. Want ook dat zijn ze natuurlijk onder diezelfde vlag zijn ze dat aan het reduceren. Steeds minder contant geld, hè. Het brief van 500 ja, weg. Ze gebruiken dat ook als een reden natuurlijk om cash te verbieden. Ja, maar het is allemaal meer controle voor de overheid. Meer surveillance, ja. Terug naar dat beslissen in onzekerheid. Laten we even teruggaan naar die lockdown. De lockdown is nu ingezet. Ja. Ik vind helaas, maar dat is zo. Ja. Ik ben voor vrijheden van het individu. Net zoals in Zweden. Je kan er vrijwillig voor kiezen om niet in lockdown te gaan, maar je kan niet zomaar grondrechten niet doen. Ja. Anyway, dit is gebeurd. Ja. We zitten nu in de lockdown. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat moeten we nu verder doen met de situatie zoals die nu is? Ja, nou, we kunnen dus nu zien dat het effect van de lockdown is dat er daadwerkelijk sprake is van exponentiële krimp, dus het halveert. Logisch. Het RIVM zegt de R is 0,8. Mm-hmm. Onder de 1. Onder de 1. En daar hebben ze hele mooie grafieken bij. En, nou ja, dat... Hoe zeker is dat trouwens? Even kort. Ja, dat is heel interessant. En sowieso is, als je kijkt, ze doen dat op basis van de ziekenhuisopname. En dat komt omdat het in Nederland eigenlijk het enige getal is wat een redelijk zeker is. Hè. Iemand gaat wel of niet ziekenhuis in, daar kun je niet echt heel lang over discussiëren. Maar dat testen dat kunnen we simpelweg niet meer, omdat er te veel gevallen zijn. Wat dat betreft ben ik het helemaal met ze eens dat het nu niet zinvol is om te proberen om iedereen te testen. Omdat we daar met die informatie toch niks kunnen. Want we hebben niet de capaciteit om dan vervolgens contactonderzoek te gaan doen. Het is wel jammer dat je die data dus niet hebt, want een positieve test ligt in de tijd eerder dan een ziekenhuisopname. Dus de vertraging waarmee je het effect van de maatregel ziet, is minder lang. Ja, snap ik. Maar goed, dus we kijken met de grafieken van het RIVM, dus sowieso 2-3 weken in het verleden. Dus hoe zeker is het wat er nu op dit moment is? Nobody knows. Oké, okay. Want alles wordt daarop gebaseerd. Ja, ja, ja. Dus, alles, dus, heel erg veel. Ze betekent het over. Ja. Ja, dus wat ze doen, ze zoeken proxies naar die R toe. Dus allerlei data die vermoedelijk een aanwijzing is voor hoe de R in de toekomst gaat veranderen op basis van de ziekenhuisopnames. Dus dan kijken ze bijvoorbeeld naar beweging van mensen. Dus Google die publiceert
elke week, denk ik, of misschien voortdurend, maar data over bewegingen van mensen in een land, doen ze voor de hele wereld. En die data gebruiken wij ook om te zien, hey, er is nu meer woon-werkverkeer. Of er is meer verkeer naar natuurgebieden toe. En op die manier kunnen ze zeggen, en daarom zei Rutte dus eergisteren tijdens de persconferentie, ja, we hebben het idee dat er weer wat aan het oplopen is. Mensen, blijf binnen. He, want we doen het nu allemaal voor Rutte. We doen het nu niet omdat we weten wat de strategie is. Daar gaan we het zo nog over hebben. We doen het alleen maar omdat Rutte het zegt. Dus er loopt dat op. Weten we eigenlijk niet. Dus terecht punt. Hoe zeker is dat? We kijken terug. Daarnaast is er in die meting best wel wat onzekerheid. Want R is een gemiddelde van heel veel mensen die weinig anderen besmetten en een paar die er heel veel besmetten. De R is niet een constant getal. Zo van, als je het krijgt, als de R 0,8 is, als jij het krijgt, ga je precies 0,8 mensen besmetten. Nee. Ik ken helemaal niet. Mm-hmm. Dus het is een optelling van al die individuen die 0 of 1, dat zal heel veel voorkomen, 0 of 1. 1 bijvoorbeeld als je met iemand samenwoont, die besmet je dan. Of, en daar zit er nog wat. Maar er zijn er ook mensen, en dat was zeker in het begin zo, die er wel 100 of misschien 500 besmetten. Ja. Dat zijn dus van die superverspreidingsgebeurtenissen. Dus die R is een heel onzeker ding. Maar wat heel aardig is, die ziekenhuisopnames, je kunt ook even los van de R kijken naar hoe ontwikkelt zich nou dat aantal. En dan zie je nu dat de afgelopen 3-4 weken dat daadwerkelijk krimpt, halveert. Dat zou ik wel verwachten met een lockdown. Ja, ja. Dus het halveert elke ongeveer 8 dagen. Zeg maar, die data loopt dus tot 2-3 weken geleden. En nieuwer weten we ook niet. Maar dat is op zichzelf is dat wel best wel serieus qua aantallen. Hè. Dus het is gegaan van 320 naar 160 naar nu ongeveer 80 per dag. Dus dat betekent als we nog die periode weer verder gaan, zit op 40, 20, 10, 5, 2, 1. De grap is dat het dus niet lineair naar beneden gaat, maar net zoals die groei exponentieel is, is de krimp ook exponentieel. Je vraag was van, oké, we zitten nu in de lockdown, wat moeten we nu? Mm-hmm. Ja, het aardige is dus dat we weten dat het werkt. En het beste wat we nu kunnen doen, is dit een tijdje volhouden. Zodat we die aantallen nieuwe besmettingen per dag weer terugbrengen, weer reduceren tot aantallen die we kunnen overzien. Tientallen. Zodat je op dat moment de capaciteit hebt om iedereen te testen die daadwerkelijk symptomen heeft. En daadwerkelijk contactonderzoek te gaan doen. Want het mooie van contactonderzoek is dat het ook weer invloed heeft op de verspreiding. Omdat je in staat bent om mensen te isoleren die het nog niet hebben. En je hebt natuurlijk verschillende gradaties daarin, hè, in contactonderzoek. Je kunt dat heel autoritair doen, van bovenaf opgelegd. Je moet meewerken, je moet in isolatie. We slaan al je gegevens centraal op, we gaan je tracken met een app. Het kan ook minder autoritair. Het kan ook veel minder autoritair. We hebben best wel veel ervaring met gewoon vrijwillig. Dus gewoon het buurtonderzoek. Maar jij zegt dus, als ik je goed begrijp, we moeten nog even volhouden. Dan komen we naar zulke lage getallen dat de overheid met contactonderzoek kan ingrijpen. En dan kunnen we daarna, na hoeveel weken denk je dat ongeveer is? Kijk, als we die R die we vorige week hebben gemeten volhouden. Dus als we die halveringstijd van, laten we zeggen, een week grofweg volhouden. Dan zijn we daar over een week of 5-6. Oké, ja, ik zie dat niet gebeuren. Ik zie Nederland wakker worden. Ja. In een zekere zin. Hè? Ja. Er was een slapende beer, maar die is rustig weer wakker aan het worden. Mensen gaan weer op straat. Ik heb weer files gezien. De vraag is of op straat erg is en de vraag is of files erg zijn. Want als jij in je eentje in een auto zit, ben je niks aan het verspreiden. En als je buiten bent en je zit in de open lucht, dan is de vraag of daar die overdracht plaatsvindt. Dus ja. we moeten nog meemaken of dit echt effect heeft. Precies. Maar ik ben helemaal met je eens. Eigenlijk wat we nu zouden willen is een leider die zegt, dit is het plan. Dames en heren, wat wij gaan doen is met elkaar gaan we het aantal actieve zieken, noem ik het maar even, terugbrengen van, nu zijn het ongeveer 5000 per dag besmettingen. Althans, op basis van de ziekenhuisopname van nu, dus dat is 3 weken geleden. Maar gaan we dat terugbrengen, halveren elke keer naar 2500, 1250 enzovoort, tot we bij 100 zijn. Jongens, dat kost nog zoveel weken. Maar dan zijn we ook op het punt dat we de boel echt weer open kunnen gooien. Maar is die schade wel te overzien dan, van als we nog 5 weken vastzitten? Maar als je nu
Ik roep op tot dat leiderschap van de overheid. Als je dat niet doet en je moddert door en ik ben het helemaal met je eens. Mensen raken op een gegeven moment ook, ja, waar doen we het voor? Ja, omdat Rutte het zegt. We gaan schreeuwen om versoepeling. Ja, we zitten op een R van 0,8. Ja, dat kan er nog bij. Ja, 0,2 en dan is ons budget op. Ja, of je gaat zoals Zweden zeggen, je bent vrij om te gaan. En we zitten gewoon met een noodsituatie, wellicht met de IC's. Daar zullen we mee om moeten gaan, dat is pijnlijk. Maar let op, in Zweden is de economie ook niet open. In Zweden zijn ook heel veel dingen vrijwillig dicht. Wordt ook vrijwillig thuisgewerkt. Zijn ook heel veel scholen uit zichzelf dicht. Je zult zien dat de mensen die dat niet kunnen, wellicht toch door kunnen werken. Als ze het gewoon simpelweg budgetair niet aankunnen. Nou ja, maar als een te groot deel van de bevolking besluit om niet meer naar het restaurant, café of museum of park te gaan, dan gaan ze dat zal ook schadelijk zijn. Ja. Maar toch, de casus is Zweden, meer vrijheid. Kijk, Zweden is wat dat betreft een best wel een uniek geval. Ze zijn de enigen die strategie nu kunnen hanteren. Het heeft ook te maken met dat ze veel later begonnen dan bijvoorbeeld Nederland, Frankrijk, Engeland, Italië. Ze hadden veel meer tijd om te zien wat moeten we dan vrijwillig daadwerkelijk gaan doen. Ze waren veel later met het krijgen van de eerste infectie. Exact. Of ze hebben er veel minder tegelijk als startpunt gehad. Hè. Dat is een equivalent van tijd. Hè. Als je op 1 begint dat versus als je op 100 begint. Maar als je als je Zweden vergelijkt met Noorwegen, Denemarken en Finland, dan zit Zweden daar factor 50 tot 100 boven qua aantallen. Qua aantal wat? Besmettingen en zieken en doden. Doden, maar 3 boven Denemarken. Factor 3 erboven. Boven Denemarken. Zitten ze nog steeds op, wat was het, 22 per 100.000 mensen. Ja, maar die curve van Denemarken is helemaal naar beneden. En van Zweden zit nog een paar bij de top. Dus we moeten dat nog wel... Ja, maar wie weet gaat er nu weer rustig naar beneden. Ja, die zie je, die grafieken. Maar er is heel veel onderrapportage op dit moment. Mm. Dus laat ik het zo zeggen, er zit ook heel veel onzekerheid in het succes van Zweden. Plus je moet niet vergeten dat in Zweden een flink deel van de bevolking, die woont op het platteland. Daar hoef je niet te isoleren, want je buurman woont 2 kilometer wij verderop. Wij wonen zeg maar in een grote stad. Wij wonen in een grote stad. Dus je moet Nederland vergelijken met stedelijk gebied. Misschien, als je het al met Zweden vergelijkt, doe het dan met Stockholm. En als je het met Nieuw-Zeeland wil vergelijken, doe het dan met Auckland of zo heet dat daar. Ja. Dus je moet natuurlijk wel appels met appels vergelijken. En de volksaard is ook anders van de Zweden. Mensen zijn daar ook cultureel zelfstandiger. Ja. Die vergelijking die is te subtiel om gewoon te zeggen, we moeten allemaal Zweden doen. Weet je wel? Kijk, hoe dan ook zie je nu wel dat steeds meer landen zich gaan realiseren dat eigenlijk de enige goede weg is het helemaal terugbrengen naar weinig. De 4 Duitse instituten die zijn met dat advies gekomen, ook mede aan de Duitse regering die hier ook mee worstelt. Kijk, mevrouw Merkel die begrijpt het wel, hè? Die is zelf natuurwetenschapper, die legt op tv gewoon uit. Ze begrijpt exponentialiteit. Ja, ze legt uit als de R 1,1 is, dan is in oktober de zorg vol. Als we naar 1,2 gaan, is die in juli vol. Als we naar 1,3 gaan, dan zijn we in juni aan de beurt. Dus, dames en heren, dat is de reden dat. Maar blijkbaar is het ook daar nodig dat die instituten expliciet maken, wat zijn nou de voorwaarden waar je aan moet voldoen voordat je uit een lockdown gaat? En daarbij hebben ze natuurlijk ook gekeken naar bijvoorbeeld in Zuid-Korea en in Japan, Nieuw-Zeeland en Australië, die hebben het echt heel goed gedaan. En die hebben natuurlijk ook hebben het ook makkelijker, want het zijn eilanden en ze hebben minder geïmporteerde besmettingen, natuurlijk. Maar men ziet wel, ja, als je op dat punt komt, dan kun je daadwerkelijk ook weer serieus open met de economie. En dat is namelijk het probleem, als je al open gaat voordat je daar bent, ja, dan moet je toch een beetje onder die 1 blijven, er is 1 blijven. Hè, want anders dan zit je, voor je het weet, weer tegen de capaciteit van de zorg aan. Want dat zijn we intussen wel met elkaar eens. Wat we niet willen is dat het een zootje wordt in de zorg. Dat is onethisch ten opzichte van de mensen die werken. Tuurlijk, niemand wil dat. Een beetje de lijk in de gang, dat is gewoon... Tuurlijk. Dit zijn schrikbeelden. En dus dat is een soort consensus. In alle westerse landen is consensus. Die zorgcapaciteit, ja, die kunnen we wat oprekken, maar die is... Je kunt de zorgcapaciteit niet exponentieel oprekken. Dus ik zou het ook zorgbarend vinden als hij door de euro en de dollar allebei in elkaar klappen op de een of andere reden. Hè? Omdat het economisch geweld gewoon veel te groot is wat er nu gaat komen. Al die bubbels die imploderen, die er echt al waren. Ja, dat we straks hier zitten met een volksopstand of een civiele oorlog. Dat is zeker. Alleen de vraag is daarbij wel, sluit je een volksopstand, een civiele oorlog en het in elkaar klappen van de economie uit als je de boel gewoon zijn gang laat gaan? Ja, nee, dat is een hele goede vraag. Vermoedelijk niet. Maar je hebt het in ieder geval niet gedaan met burgerrechten schenden.
Nee. Dus even heel kort, hè. Op het moment dat je zou zien dat de lijken per 50 verbrand worden, dan gaan mensen uit zichzelf in quarantaine. Ja, absoluut. Hè, dus dan gaat de economie net zo goed naar de klote. En dan krijg je een ander soort opstand, namelijk, jongens, doe dus wat aan. Hè, want die hulpeloosheid in Nederland, die blijft gewoon zoals die is. Had de lockdown beter geweest als die vrijwillig was geweest? Als we het hadden uitgelegd? Ja, natuurlijk. Maar die kans die is voorbij gegaan begin maart. Dus dat is ook een voldongen feit, dat die er is gekomen. En nou zou het zo mooi zijn als we die dus ook weer kwijt kunnen en dan ook voor altijd kwijt zijn. Dus dat we niet meer terug hoeven naar die lockdown. En dat kun je eigenlijk alleen maar doen door het heel erg te reduceren. Want op het moment dat je... Kijk, in Nederland is er nu een soort van... Ja, wat is het? Een soort utopisch, overmoedig, zelfoverschattend beeld... dat we wel in staat zouden kunnen zijn om dat aantal zieken constant te houden. Ja, op één. Voor jaren, met RS1. Ja. Dus dan, we hebben nu, geloof ik, laten we zeggen, 4.000-5.000 besmettingen per dag. Nou, dat is ruim onder de capaciteit van de ziekenhuizen en de IC's. Dus Gommers is tevreden. Laten we het hierop houden. Hoe ga je dat doen? Wat kun je dan nog permitteren? Nou, de scholen gaan dus open. En de kappers? En dan? Kan er niks meer bij, want dan zit je boven RS1. Dus je hebt sowieso ook... Ja, misschien in de zomer gaat het uit zichzelf wat beter. Hè? Want dat is dan verandering van de R buiten de maatregelen om. Maar dan moet je in de herfst weer dicht of zo. Of iedereen is immuun bij die tijd. Grote delen van de bevolking kunnen immuun zijn tegen die tijd. Dus dat is leuk voor zo, ja. Maar als het ontspoort, dan ben je ook binnen 1 of 2 verdubbelingen ben je weer de klos. Dus je hebt heel weinig buffer, zeg maar. Heel weinig marge. Dus het is een soort balanceren. Jij vindt wat ze nu aan het doen zijn bij de overheid dus gevaarlijk. Dat levensgevaarlijk. Ze naar die levensgevaarlijk zijn, ja. Zelfs. Ja, want het is een groot risico voordat we alsnog weer de zorg gaan overbelasten. Al die mensen die je ziek laat worden de komende 1,5 jaar, want dat is dus een constante stroom. We weten niet, omdat het een nieuw virus is, we weten niet of er blijvende schade is. Of het virus achterblijft in het systeem, of de longfunctie blijvend verminderd is. Er zijn allerlei aanwijzingen voor dat er misschien wel zaken zijn. We hebben alleen nog niet de tijd gehad om dat eens even uitgebreid te onderzoeken. Er gaan sowieso een hoop mensen dood. Ja, dan kan je zeggen, ze zijn allemaal 80 plus. Hè? De doorhoud filosofie. Ja, vraag is wat je daar ethisch van vindt. En de economie kan eigenlijk niet ver op. Dus daar zal natuurlijk wel protest door ontstaan. Dus het is een risico voor zorg, voor volksgezondheid, voor de economie. En er zitten allerlei ethische gevaren aan. Want waarom? Als die er 1.1 is, dan zou je toch ook weer terug kunnen naar 0.9 weer door een klein beetje te schommelen met dingen? Ja, dus dat betekent... Je zegt dat niet kan. Dan ben je dus voortdurend maatregelen aan het toe- en afnemen. Tot het punt dat er ergens een keer een onverwachte gebeurtenis is. Een superverspreidingsgeval, waardoor je zonder dat je het door... Of men is het gewoon zat. Of men is het gewoon zat. Een paar maanden. Ja, ja, precies. En dat gebeurt 2,5 weken, 3 weken zonder dat je het doorhebt. En dan ineens, we hebben dus een periode gehad dat de R 1.4 was. Blijkbaar, ja, gemiddeld. En nu dan zit je weer een 3 maanden lockdown minstens. En dan moet je, of aan weken, maar in ieder geval, je moet weer terug die lockdown in. En dat is, als we 1 ding zeker weten, is dat dat trekt niemand. Als we die lockdown in moeten. Nee. Ik denk zelfs dat we dit niet trekken. Dus ik denk van als je nu eerst de tijd neemt, en dat gaat niet om maanden. Kijk, als het wiskundig gezien zo was dat je nog 6 maanden in lockdown moest, dan had ik ook gezegd dat is geen haalbare situatie. Niet voor de mens, niet voor de economie. Maar het gaat slechts om weken. Als we nu met elkaar zeggen van die R, die houden we op 0.8 of misschien zelfs nog ietsjes lager. Bijvoorbeeld door vrijwillig die discipline iets omhoog te hebben, omdat we naar een doel toe werken. Bijvoorbeeld omdat we mondkapjes gaan dragen, want die zijn wel degelijk heel nuttig voor het omlaag brengen van de R. Het is geen 100% bescherming, dan heb je het over de medische beschermingsmiddelen, maar het brengt wel iets die R omlaag. Als we dat 7 halveringen volhouden, dan zijn we op dat punt. En dat is de reden dat steeds meer instituties en zelfs het WHO daartoe oproept. Die zegt van als je nou een aantal voorwaarden formuleert waaronder je gaat versoepelen, laten dan dit de voorwaarden zijn. Testen, zorg dat je contactonderzoek kunt doen, ga mensen isoleren. Misschien zelfs mensen verzoeken of vragen om vrijwillig te isoleren van je gezin tijdelijk met coronahotels.
Leuke vraag, hè? Dat zou natuurlijk een maatschappelijk vraagstuk moeten zijn. Dat is niet nodig, maar dat kan er één zijn. Bescherm je alle zorgmensen heel goed. Ga een onwijs goed meetsysteem opbouwen. Ga onwijs goed communiceren erover. Ja, dat soort voorwaarden, die zijn er. En wat ik zie in Nederland is, ik zie wat onrust in Den Haag. Ik zie een OMT die wat stukken laat lekken. Dit wordt niet voorbereid, het wordt niet geregeld, het wordt niet gezegd. Op welk scenario zitten we eigenlijk? Wat is het plan? Ja. We weten het eigenlijk niet eens precies. Ik zie ook niet echt een structureel plan. Je zegt het is gevaarlijk om rond die 1 te gaan proberen te schommelen. Het is gevaarlijk om rond de 1 te schommelen met een heel groot aantal actieve zieken. Want op het moment dat je het hebt teruggebracht tot 20, 30, 40... dan heb je een aantal weken extra. Dan heb je ook RS1, want je houdt het op weinig. Ja, als je de 0 hebt, of als je 1 zieke hebt voor altijd, dan doe je het hartstikke goed en dan heb je ook RS1. Dus RS1 is niet het probleem, maar het is de vraag op welk niveau wil je RS1 houden. En juist omdat je ook exponentiële krimp hebt, is het zo de moeite waard om daar eerst heen te werken. Dat is eigenlijk mijn oproep. En het punt is dat je, net zoals het exponentiële groei je verrast, kan dus ook exponentiële krimp je verrassen als je dat goed gebruikt in je voordeel. En ik zou graag willen dat men dat expliciet maakt en daar een gezamenlijke missie van maakt daarheen. En dan open gaat. En het heeft ook nog andere interessante neveneffecten. Want als wij dat doen, en onze buren doen dat, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, hopelijk België. Ik weet niet of ze intussen een regering hebben. Maar dan zou je verkeer tussen die landen, die allemaal groen zijn op de kaart, zou je kunnen toestaan. Zoals Nieuw-Zeeland en Australië ook hebben gezegd. Als wij het allebei gefixt hebben. Ja, als iedereen het onder controle heeft. Dan gaan we in een gezamenlijke bubbel. Precies. En dan, ja. Ja. Waar ik zo bang voor ben, is dat de schade die wij nu in de economie doen, net zoals een vergiftiging van bijvoorbeeld een zwaar metaal, dat merk je in het begin nog niet zo sterk. Ja. Je hebt nog alle supplies, de economie werkte nog zoals dat die eerst daarvoor werkte. Ja. Dus de dingen zijn niet van de een op de andere dag dat in één keer de aandelenmarkt nog een hele harde crash neemt en dergelijke en dergelijke. Ja. Ik heb het gevoel dat de werkelijke klappen van de economie nog gaan komen. En dat de weken die we nu hebben cruciaal zijn. Daarnaast heb ik het idee dat Nederland het niet meer trekt. Ik zie mensen naar buiten gaan. Ik hoor steeds meer mensen die vragen stellen van, ja, ik ken eigenlijk helemaal niemand die echt in mijn omgeving gestorven is. Is het wel zo'n gevaarlijk virus? Ja. Veel mensen zeggen, volgens mij heb ik het al gehad. Volgens mij meten ze niet goed. Voor mijn gevoel zie ik in Nederland, gaat die lockdown echt niet, die R die gaat omhoog. Of je het nou wil of niet. Ik weet niet wat de overheid zou kunnen doen om die R nog onder controle te houden. Maar zie je dat ook zo? Ja, ik neem dezelfde dingen waar als jij. En ik zie, en over de economie, die zorg die deel ik ook. En precies om die reden denk ik dat we nu heel kordaat moeten gaan handelen. En heel expliciet leiderschap maken. Leiderschap. Dit is wat we gaan doen. Om deze reden gaan we dit doen. Kijk, als je dit een beetje voortlaat kabbelen en je gaat eens een beetje onderhandelen over welke versoepeling zullen we eerst doen en dan die. En dan gaat Kijk, het verschil tussen 0,8 en 0,9 in die R, dan kan je zeggen, ja, dat kan allemaal nog. Het zit nog steeds onder de 1. Maar die halveringstijd die gaat ook van zoveel dagen naar zoveel dagen. Dus je verlegt eigenlijk het punt tot waar het duurt een heel eind de toekomst in. Dus ik denk juist, het is nu niet met z'n allen heel, heel erg gedisciplineerd en streng zijn voor korte tijd, is penny wise, pound foolish. Dus je wint er nu wat mee, maar op de lange termijn, Nassim Taleb die noemt dat picking up pennies in front of a steamroller. Hè? Dus er komt zo'n stoomwals aan. Leven is gevaarlijk en je gaat een beetje voor heel weinig geld. Kijk, tot 20 mei hebben we nu toch wel eigenlijk met elkaar in de boeken staan. Hè? Dat we die lockdown hebben. Ook economisch, ook alle ondernemingen die richten zich daar al op. Mm-hmm. Ik denk, als je dit echt goed met elkaar doet en elkaar echt motiveert. En ik denk dat mondkapjes daar dus ook een belangrijke rol, ook psychologisch, in spelen. Want je zet hem op en zeker in het begin herinnert het je ook weer eventjes eraan van, oké, we nemen met elkaar de shit serieus. Nog even afgezien van overal mondkapjes of alleen binnen? Nee, alleen waar echt ruim afstand houden niet kan. En met name binnen. Dus bijvoorbeeld supermarkten, winkeltjes, openbaar vervoer, bussen, treinen. Dat zijn afgesloten ruimtes waar je met elkaar in zit.
Er zijn toch mensen die moeten naar kantoor. Hè? We vinden het allemaal heel fijn dat onze telefoon het nog doet. Ja, er zijn mensen die zitten daarvoor op kantoor om dat te fixen. Ja. Op plekken waar dat niet kan, weet je, regel dat ze, dat soort plekken zijn, mondkapjes, niet een 100% bescherming, maar wel een onwijs grote verlaging van de dosis die je krijgt. Ik meen dat hogere luchtvochtigheid ook een hele grote impact heeft. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel wel kunnen. Ja. Dus het zou ook nog kunnen dat we in de komende weken nog geholpen worden door zowel UV-licht misschien als hogere luchtvochtigheid. Wie zal het zeggen? Dat zouden meevallers zijn in het verhaal. Maar als je dus nu met elkaar tot half juni die halveringen voortzet en alle maatregelen, alle acties al onderneemt om tegen die tijd open te kunnen. Dus we moeten 1000 contactonderzoekers gaan opleiden. Ga een geneeskundestudenten zoeken. Ga luchtvaartpersoneel. Dat zei Alex Friedrich. Dat is die mensen die niet aan het werk zijn, ja, die hebben krijgen een hele belangrijke taak. Namelijk, je gaat op zoek. Je doet contactonderzoek, je kijkt waar zijn de infecties en kunnen we dat beperken. Ja, exact. En ga daar vast in oefenen, ga de methodes daarvoor afstoffen, ga de systemen daarvoor opstarten, zeg maar. En dat kost ook een paar weken, dat is natuurlijk logisch. Ik meen dat in Singapore wordt dat gedaan. Singapore is een land vol met mensen die hard werken en ook goed luisteren naar meerdere, meen ik. Ja, ja, ja. En daar komen ze erachter dat er nog onbekende infectiehaarden zijn, terwijl ze zo weinig infecties hebben. Ja, ja, Singapore is dus het ook lukt echt helemaal niet goed in Singapore. Ja. Ja, gaat het hier lukken? Singapore is een heel interessant land wat dat betreft, omdat zij ook heel goed voorbereid waren. Ze hadden jaren voor de uitbraak hiervan hadden ze al nagedacht over het scenario. Wat als er een epidemie of een pandemie uitbreekt? En Singapore is natuurlijk een stadstaat. Dus wat dat betreft misschien vergelijkbaar met de Randstad, zou je kunnen zeggen. Ik geloof ook dat er in Singapore orde groot veel bevolkter. Nog dichter bevolkt. Hè? Ja, absoluut. Ja, maar in ieder geval het moeilijkste op aarde wat dat betreft. Maar zij zijn en die dus immigranten die ze hebben. Die hebben ze in. Maar even over het verloop van de epidemie. Moeilijker. Het kwam daar heel vroeg binnen. Mm-hmm. Singapore was een van de eerste landen met Hongkong en Japan en Zuid-Korea waar het geïmporteerd werd vanuit China. En toch zijn zij toen in staat geweest met een contactonderzoek om het weer helemaal terug te brengen. Alleen de laatste weken zien we dat er ineens bam, enorme infectiehaarden zijn. En waar zijn die? Bij de immigranten die allemaal bij elkaar op een kluitje misschien zich niet helemaal aan de regels houden, omdat ze nou eenmaal in hun levensonderhoud moeten voorzien. Dus dat is eigenlijk een fantastisch argument om terug te willen naar nul. Omdat dat soort onverwachte, extreme gebeurtenissen nou eenmaal altijd gebeuren bij epidemieën. Epidemieën volgen geen normale verdeling. Maar één iemand rond te lopen die je met contactonderzoek niet helemaal gevonden hebt, besmet juist omdat mensen minder bang zijn omdat ze de veiligheid van het contactonderzoek hebben, besmet die juist 3000 mensen. Ja, drie weken, die 3000 mensen, die hebben ook weer even een paar verdubbelingen meegemaakt en dan zit je straks weer meteen met een keiharde lockdown. Ja, nou dat vind ik wel een ik zeg het even grote, heel bruut. Ja, die is heel bruut. Ik denk dat als je de getallen realistischer maakt, mm-hmm, dat je ziet dat als je kijk, je kunt niet weer terug naar exact zoals het was. Dat iedereen op straat aan elkaars wangen likt. Je zult ja, ze hebben het altijd over het nieuwe normaal, een vreselijke term. En over de anderhalve meter economie is nog erger, want die anderhalve meter is helemaal niet het allerbelangrijkste. Het is een heel recept van allerlei dingen die we voorlopig moeten doen om te zorgen dat die R laag is, onder de 1, gemiddeld voor langere periode, zonder dat we in een lockdown zitten. En afstand houden, geen handen geven, contactloos betalen, dat zijn allemaal dingen. Ja, hoeveel moeite kost dat? Hè? Terwijl het wel heel veel oplevert in termen van de connectiviteit. Dus de ruimte die het virus geeft om zich te verspreiden, die kijkt om zich heen. Het zijn makkelijke dingen die we kunnen doen om de R lager te krijgen. Dus ja, van die uitgangssituatie uitgaven te doen, ja, zo moet zeggen. Precies, dus contactloos betalen, maar bijvoorbeeld ook deuren met sensors die opengaan. Spraakbediening, mondkapjes is er ook een op plekken waar je geen afstand kunt houden. Het beschermen van oudere mensen, omdat daar veel sneller leed zit. Maar
ook zorgvraag uit ontstaat. Ja, het overgrote deel van de mensen die sterft is allemaal. Ja, want mensen van 30 die komen wel op de IC, ja. Maar dat zijn niet dat zeggen sporadisch. Dat wij ze niet moeten beschermen als maatschappij, want dat is dat. Maar het is wel een groot een feit waar we. Ja, dus het is gewoon een gegeven. Dus moeten hun beschermen. Die andere mensen die zitten vast. Dus je krijgt dan een samenleving waarin je heel slim naar maatregelen gaat zoeken. Je gaat bijvoorbeeld, en dat is ook wat je uit complexiteitstheorie leert, dat je bijvoorbeeld niet één regel voor het geheel moet maken. Maar bijvoorbeeld, nou ja, regels klinkt zo bovenaf opgelegd, maar laten we zeggen aanbevelingen of gedraging of gedragspatronen die we onszelf aanwennen, dat je verschil maakt in leeftijd. Of dat je verschil maakt in regio. Kijk, als in een dun bevolkt stukje Nederland kun je hele andere gedragingen hanteren dan in dichtbevolkt. Hetzelfde al net even over Zweden. Ja, als jij in een blokhut woont en je buurman 2 kilometer verderop, joh, weet je, doe wat je niet laten kan. Je gaat niemand aansteken. Dat is heel simpel. Als iedereen 100 meter van elkaar gaat staan en niet beweegt, hebben we een R is 0. Ja. Dat is het hele idee. Dan hoef je maar 3 weken dat te doen, en dan is in theorie. Ja, goed, dan zit je nog weer met geïmporteerde gevallen en zo, weet je wel. Dus we moeten wel degelijk zorgen dat er een maatschappij ontstaat met een R is kleiner dan 1. Tot het moment dat we genoeg weten over dit virus en het ziekteverloop en eventuele behandeling en eventueel kunstmatige immuniteit met vaccins. Tot we genoeg weten om daar als maatschappij wel overwogen en democratische beslissingen over te nemen. Wat we ermee doen. En misschien over. Maar je zegt moeten, maar als moeten inhoudt dat grondrechten en ik er niet meer toe doen. Nee, hoe bedoel je? Dat is een grote stap. Je gebruikt het werkwoord moeten. We moeten als maatschappij zorgen dat die er onder de. Ja, omdat het alternatief is dat je het virus gang laat gaan. Ja. Zoals we dat met andere virussen ook doen. Exact, ja. Ja. Ja, dus als je zou weten. Het is enigszins onbekend, maar het is niet geheel onbekend. Als je zou weten dat er geen catastrofe mogelijk is bij vrije verspreiding, dan is dat wellicht een idee. En zelfs dan is het natuurlijk nog tricky, want je weet niet wat je niet weet. Maar nu weten we eigenlijk zeker dat als je dat doet, dat je in ieder geval tegen de grens van de zorg gaat aanlopen. En er zijn heel veel andere onzekerheden waar je over kunt debatteren. Ja. En waarvan ik dan zeg, kijk, zolang je catastrofe niet hebt uitgesloten, moet je dat risico niet willen lopen. Er zit een bepaalde het voorzichtigheidsbeginsel. Ja, ik vind juist achter. Het voorzichtigheidsbeginsel vertelt me ook dat je niet zomaar landen in lockdown kan doen. Zeker niet all over the world. Nee, ja, precies. Dus dat zijn natuurlijk veel langer lopende catastrofen. Dat is een catastrofe van je cultuur of zo, weet je wel. Het mooiste is als je met eigenlijk dat je met elkaar tot de conclusie komt, dit is wat wij met elkaar moeten doen. En daarmee houden we dat virus voorlopig. Ja. Dus jij pleit ook meer voor dat we het hadden moeten nemen vanuit de vrijheid van het individu. Maar alsjeblieft, laten we samenwerken. We kunnen het u niet gebieden. U heeft uw burgerrechten, maar alsjeblieft, neem deze maatregelen. Ja. Zorg dat er een hogere luchtvochtigheid is. Doe dingen veel meer buiten dan binnen. Reis minder als het kan. Werk thuis wat minder als het kan. Doe het alsjeblieft voor ons. Alleen het punt is dat vermoedelijk in Nederland, als je daarmee was begonnen, al zelfs, het was briljant geweest. Als je dat had zien aankomen, je was daar begin februari mee begonnen. Mm-hmm. Vreselijk briljant als je dat dan had gedaan. Dan loop je namelijk een onwijs risico als politicus. Zeker in zo'n land als Nederland. Zelfs dan denk ik dat wij daar onder het kopje Hollandse nuchterheid hadden gezegd, zal toch gewoon meevallen. En dan toch op het punt waren gekomen, crap, het zijn er toch te veel. Behalve als je als enige land wat. Het worden er te veel, toch? Het waren er nog niet te veel, het werden er te veel. Je zag dat de R was hoog, je zag de hoeveelheid mensen die naar het ziekenhuis moesten. Ja, het waren feitelijk al te veel voor het zorgsysteem zoals die op dat moment was. Dus we hebben in Brabant vreselijk veel moeite moeten doen om de capaciteit van de intensive care omhoog te gooien. Wat we daarvoor hebben gedaan is bizar. We hebben alle normale zorg hebben uitgesteld. We hebben allerlei apparatuur overal nergens vandaan gehaald. Er zijn mensen dag en nacht bezig geweest in alle adrenaline om dat te organiseren. Kijk, als je had gezegd, we waren soort van op tijd geweest, dan had het gepast in de beschikbare capaciteit van de IC op dat moment. En dat was maar 300 plekken of zo. En we hebben er uiteindelijk 1400 nodig gehad. En dus we zaten een factor 4 erboven, zou je kunnen zeggen. Dat zijn 2 verdubbelingen. Ja. Dus we zijn eigenlijk 2 verdubbelingen te laat geweest voor het net halen. Nou, net halen is ook niet heel erg
lekker. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat we 4 verdubbelingen te laat gestart zijn voor comfortabel. Dus zo zou je er wiskundig naar kunnen kijken. Nou, wat zijn 4 verdubbelingen? 2 weken. Zou je nog heel kort, want ik denk dat we rustig gaan afsluiten. Zou je nog heel kort men kunnen vertellen, wat moet de overheid nu doen? De situatie is nu wat het is. Er zijn fouten wellicht gemaakt, er zijn aannames gemaakt die misschien niet klopten. Er was te weinig rekening gehouden met de dingen die we niet wisten. Ja. Maar we zijn nu waar we zijn. Wat is nu het beste om te doen, volgens jou? Het beste om te doen is om nu te zeggen, inderdaad, het verleden is het verleden. Dus ook alle uitspraken die daarover gedaan zijn, te laat voor wat ze zijn. Zeg, wij sluiten ons aan, bijvoorbeeld bij de WHO, bijvoorbeeld bij die 4 Duitse instituten, bijvoorbeeld bij het grote onderzoek van ProPublica, die zeggen, we zijn een aantal voorwaarden waar we aan moeten voldoen voor we gaan versoepelen. Dat zijn deze voorwaarden. We hebben ze vandaag al genoemd. Waaronder testen, contactonderzoek mogelijk kunnen maken. Zorgpersoneel extreem goed beschermen. Dus dat gaat ook om beschermingsmiddelen. En om daar te komen, zullen we nog een x-aantal keer moeten halveren. En we gaan die data daarover ook beschikbaar maken. En wij denken dat we nog, nou ja, weet je, dat moeten we dan met elkaar natuurlijk ook laten zien, 6 of 7 keer gaan halveren. Dat gaat dus nog tot daar duren. En het hangt af van wat wij als volk, wat jullie als volk doen. En alles wat we extra doen aan vermindering van mogelijkheid tot verspreiding helpt daarbij. Dus ook, ze moeten ook het standpunt van die mondkapjes gaan herzien. En dan gaan we daar naartoe, naar dat punt dat we daar zijn. En dan kan de economie ook daadwerkelijk weer open. En de schatting, hoe lang duurt dat? Die hoeveelheden? Als je dat vanaf nu gaat doen met de halveringstijd die er was, dan is dat echt een kwestie van 1,5 maand, 2 maanden, dan ben je er. Hè? Waarvan 4 weken al ingetekend staat, namelijk tot 20 mei. Ja, daar zit eigenlijk nog maar een klein stukje aan vast. Okay. Maar dan moeten we niet, zoals jij net al observeerde, met z'n allen lekker zeggen, joh, we gaan wel naar buiten, we vinden het wel mooi geweest. Wat nu aan het gebeuren is. Ja. Nou, dat wordt economisch nog heel lastig. Bert, ontzettend bedankt. Super helder. Fijn dat je met een wiskundige kijk ook wat uitleg kan geven over wat er nu gaande is. Ja, leuk. En iedereen hartelijk dank voor het kijken. En tot de volgende keer.